Het nieuw gekozen bestuur van POWAKA heeft vandaag officieel de beschikking ontvangen op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. De beschikking werd overhandigd door de bewindsvrouw van het ministerie, Gracia Emanuel. Het nieuw gekozen bestuur fungeerde al 2 jaar zonder officiële erkenning vanuit de overheid. De weg naar POWAKA, die sinds woensdag 28 februari afgesloten was, om aandacht aan de regering te vragen voor deze kwestie, wordt per heden opengesteld. Kapitein Sergio Sabayo spreekt ondanks het lang en vermoeiend traject van dankbaarheid. De kapitein kijkt uit naar herstel van vrede, onderlinge liefde en samenwerking in zijn dorp. Het verkrijgen van deze beschikking is volgens Sabayo de eerste en juiste stap. Uiteindelijk is het resultaat geboekt. Voor POWAKA zeker willen we terug met de rust terugkeer. We zullen zeker werken aan de geliederen sluiten. De eenheid komt weer binnen ons. Tegen van jullie zo gelijk gebruik van maken. Zodat we de hand kunnen reiken. Uiteindelijk is EWC een gemeenschap. Dus onze broeders, onze zusters. We gaan het gezamenlijk moeten oppakken. En we moeten uiteindelijk POWAKA maken. Hoe het vroeger was in de broeder tijden weer. Sabayo erkent de ondersteuning vanuit de gemeenschap en zegt dat het de bedoeling is om verder samen te werken aan het opbouwen van het dorp. De kapitein is zich bewust van enkele prioriteitsgebieden en wil zijn beleid op basis daarvan uitstippelen. Ten eerste is de infrastructuur, daar willen we eraan gaan werken. Ook de jeugd, daar willen we ook zeker wat betekenen voor hen. En uiteindelijk heb je ook de ouderen. Het is meer... We hadden al een vijf jaar plan. Die moeten we echt nu daadwerkelijk gaan presenteren. Het is wel een tijdje geleden, 3 jaar terug, dus we gaan wat aanpassingen moeten brengen. Maar daar komen door middel met elkaar samen te brainstormen en aanpassingen te brengen, zullen we het gaan presenteren voor de gemeenschap, zodat iedereen weet welke richting op kunnen gaan. Nu de beschikking is ontvangen, zal er een kroetoe worden belegd in het dorp, waarbij de gemeenschap zal worden geïnformeerd over de huidige plannen.